Hi, schorpioen. Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is van week nummer 36. En dat is van maandag 2 september tot en met zondag 8 september. Dus de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de schorpioen gaat brengen. Dan lijkt het schorpioen alsof deze week er iets is wat je heel erg je aandacht gaat krijgen. Ik heb het gevoel dat je dingen probeert in evenwicht te houden, maar dat je ook zeker open staat voor nieuwe zaken. Je bent heel erg leergierig, je wil graag alles van de ander weten of van een bepaald project weten waar je mee bezig bent. Maar je wilt je heel erg verdiepen in de materie wat op dat moment voor jou belangrijk is. En dat kan echt super breed zijn. Maar je wil wel zorgen dat je de balans houdt. En je wil ook gewoon echt weten waar je het over hebt. Dus je zult niet zomaar aannames gaan doen op het moment dat je iets graag wil weten. Duik je er helemaal in. En niet van dat je even gaat googlen. Nee, je wilt meteen alles ervan weten. En of van die persoon weten. Dat kan natuurlijk ook. Maar je gaat helemaal de diepte in. En het lijkt alsof je dat heerlijk vindt deze week. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Je wordt absoluut wijzer van het stukje wat je graag wil weten. Want het is gewoon je doel deze week, laat ik het zo zeggen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.